Hey, wat leuk dat je kijkt. Van harte welkom. Dit zijn ze speciaal voor jou, de hoogtepunten van de afgelopen week 538. Het is vandaag Amnesty International dag. Goed dat het er is natuurlijk. Ja, ja. Het is ook menstruatiedag, maar volgens mij is dat... Dat hangt een beetje af van hoe je erin zit en waar je zit. Nou, goed dat het er is. Goed dat het er is, zeker. Het is ook masturbatiedag. Oh, dus goed dat het er is. Vaak gaat het één wel. Dat valt mooi samen. Ja, dat valt vaak wel samen, ja. Bedplasdag. Nou, ja. Doe het eens. Oh, nee, en het is ook hamburgerdag. Last but zeker not least. Wat een lekker. Ja. En dan een hamburgerdag erbij. Ik vind het raar. Maar voor het rood vlees, hè? Ja. Oh, ja. Ik ben je zat, geloof me nou. Ik heb het echt gehad. Dit is het land van 16 miljoen mensen. Het land waar ik terugkom van vakantie. Het land van lange vakantie. Ik probeer ook een Marokkaans accent aan te doen, maar dat gaat me niet heel lekker af, heb ik alweer ontdekt. Niet? Nee. Koen en Sander presenteren. Een vriend van de show. Ja, ik hoorde zijn gulle lach al, want het is natuurlijk een grote vriend van de Koen en Sander show. Dames en heren. Ali B, goedemiddag. Jongens, maar jullie maken het gelijk helemaal goed, jongen. Al die interviews die ik vandaag heb. Verschrikkelijk. En dan hoor ik jullie en dan denk ik, kijk, zo kan het ook. Gewoon oppervlakkig. Niet geïnteresseerd. Jij bent ongedierte bestrijder en je hebt waarschijnlijk al vaak van dit soort wespennesten verwijderd, denk ik, of niet? Ja, dat klopt. Van alles, hè. Muizen, ratten, zoals daar zijn ook de hoornaar, maar ook Amsterdammers, van alles. Pascal, die Aziatische monsterhoornaars die komen naar Nederland. Moeten wij daar bang voor zijn of niet? Ja, bang, een gevaar, weet je wel. Weet je waar je bang voor moet weten? Als je een bijennest op je lul plakt en erop gaat slaan natuurlijk. Maar ik zeg, het is gewoon harde business, weet je, of ze Europees zijn of Aziatisch, ik doe niet aan discriminatie. Ik denk ook ze er allemaal uit, weet je wel. Maar Pascal, waar komen ze op af? Oosters eten, voornamelijk. Oosters eten. Paar van gang voor jonge haaien, weet je wel. Dan moet je 43, met extra sambal. Hey, en hoe streekgerecht uit Twente. Hey, maar oké, maar hoe weten we nou dat het zo'n monsterwesp is? Hoe herkennen we ze? Nou ja, alle Jezus groot natuurlijk. En heel lelijk. Oh. Dus het is een beetje een combi van Chris en Klaas. We moesten laten vliegen, we waren op vakantie naar Aruba. En hij is heel trots als hij dan naar de wc is geweest. Dus iedereen sliep en... hij komt dus van de wc en hij tikt een vrouw op de hoofd van wakker worden. Maar ik was net te laat. Zei, ik heb gepoept! Tegen een vrouw die slaapt. Nee, wat goed. Ja, dat is zo mooi. Ja, dus het wordt echt heel leuk. Daar heb ik zelf ook drie bevallingen meegemaakt met mijn vrouw. Maar toen dacht ik wel, het is voor een vrouw ook geen pretje. Nee, klopt. Ik moet wel zeggen, ik was eindelijk zelf een beetje bekomen van de schrik van mijn eigen bevalling. Ja. En ik had eigenlijk zelf alweer zoiets van, nou weet je, hoe ik kan het er vruchtig van komen. En toen maakte ik deze bevallingen mee en dacht ik, misschien toch nog echt eventjes wachten. Hey Nienke, goedemorgen. Goedemorgen. Waar ben jij allergisch voor? Voor latex. Voor latex? Dat is jammer. Ja. Oh. Dan kan je dus geen condooms gebruiken. Oh nee. Maar dat hoeft zij ook niet. Nou, daarom heb ik ook twee kinderen. Nee.